Mijn naam is Evelien en welkom op mijn YouTube-kanaal. Wij zijn vandaag donderdag. Het is een feestdag hier in België. Ik heb met de rest van gisteren nog heel veel saus over. Van beide, kaassaus en spaghetti saus, heb ik nog macaroni met kaas gemaakt en dan spaghetti met bolognese. En dan is er nog een beetje lasagne, die ga ik opeten. En nu gaan we weer eten voor de hele dag. Maar ik ga nu eten. Ik heb ook al mijn oefeningen gedaan deze voormiddag. Het is extreem warm, zelfs binnen, om het te doen. Dus we eten ook binnen nu. Maar eten zoveel mogelijk buiten met mooi weer. Maar het is heel warm. En onze woofie gaat de hele tijd mee. Maar dan ziet je zo het schuim op haar mond komen. Dus schuim, die hecht zich kapot. Want die gaat niet graag in de schaduw liggen, maar liever in de volle zon. Dus daarmee gaan we nu binnen eten, zodat ze ook binnen blijft. Maar we gaan nu eten, dus ik zal eens laten zien wat ik heb gemaakt. Zo, ik heb spaghetti bolognese en dan nog macaroni met kaas. Zo, ik ben nu aan een vlog aan het monteren. Ik ga direct ook met mijn grootouders weer skypen. En er zit iemand mij heel erg te bekijken. Want Charmeinkel zit me heel erg te bekijken. Maar, dus ik ga direct met hun skypen. En dan ga ik denk na 3 uur naar buiten even. Vandaag is het nog mooi weer. Straks zou het ook weer slechter worden. Dus, ben benieuwd. Zo, het is ondertussen alweer denk ik. Ja, het ziet 4:30. Ik ben even terug binnenkomen zitten. Het is wel heel warm buiten. Dus ik kan er normaal heel goed tegen. Maar ja, en by the way, don't mind my hair. Ik kan er best wel goed tegen die hitte. Maar vandaag is het wel fel. Wat wil ik zeggen? Ik weet het niet meer. Ik denk dat ik wil zeggen dat het wel rap overgaat. Denk ik. Ik weet echt niet meer wat ik nu aan het zeveren ben, maar ik ben ook even een vlog verder aan het monteren voor deze avond. Maar misschien terug buiten. Ik ben echt wel goed getaind, want ik kan niet anders met die hitte. Het babytje is ook binnen. Het is helemaal buiten adem van de hitte. Nu wil ik niet uit de zon blijven, dus dat is nog een probleem. He. Het is al bijna 5:30. We gaan nu eten. Ik ben mijn eten even aan het opwarmen. Het is nog altijd snikheet buiten. Ik denk dat het nog altijd rond 30 is. Het is echt niet normaal warm. Ik heb zelfs warm terwijl ik dat nooit heb in de zon. Dus ik hou het echt niet langer uit dan max 10 minuten. Dus het is extreem warm. Het is ook een droge hitte. Maar ja, we zullen eraan moeten wennen, want binnenkort zijn wij in Spanje. En dan hebben wij dat ook meer. Dus ik ben benieuwd. Maar ik ga nu eten. Zo, we zijn de volgende dag. We zijn de volgende dag, dus we zijn vrijdag vandaag. Ik ga vandaag deels deze vlog nog verder. Maar ik ga ook filmen voor de weekendvlog vandaag, dus alles gaat een beetje doorheen lopen. Maar ik had gisteren niet genoeg gefilmd voor een vlog te uploaden ofzo, dus dus ik ga vandaag verder. Ik heb deze voormiddag zijn we op ons gemak opgestaan, gezellig ontbeten en dan hebben we ons aangekleed en dan gaan we nu direct naar de winkel. Ik met een aparte kar en mama met een aparte kar. Zo
vergeten we zeker niks, dan moeten we niet twee keer gaan. Dus dat gaan we nu doen. En dan straks ga ik nog een beetje voor school. Ook ga ik nog bellen naar Proximus. Want ik weet niet of je dat al gezegd hebt, maar we hebben problemen met de wifi sinds een tijdje. En ik bedoel vooral tijdens, na deze coronatijd is het feller geworden. Na deze coronatijd is het feller geworden. En wij denken persoonlijk dat iemand onze wifi aftapt, omdat het anders nooit zo slecht is. We hebben ook nog twee versterkers in huis. Dus normaal kunnen we geen probleem hebben, maar we kunnen maar met één toestel tegelijk. En dat is nooit ervoor geweest. Dus we vinden het ook heel bizar. We hopen dat Proximus dat kan nagaan. Dus daar gaan we straks naar bellen. Wat ga ik nog doen? Ja, voor school werken. Moet ik nog een paar dingen afmaken en een paar dingen doorsturen. We gaan vandaag ook nog zeker wandelen. Want het is hot buiten. Maar we hopen dat het droog blijft, omdat ze wel regen en onweer voorspeld hadden. Dus dat kan niemand nu zeggen. Ik weet niet wat ik nog wil zeggen. Ik ben echt nog moe. Alweer. Ik weet niet wat ik wil zeggen. Mama is nog even met de buurman in de tuin aan het praten. Voor de rest weet ik niet. Ik heb juist ook nog een TikTok gemaakt. Die staat ook weer online. Ik ga nu proberen elke vlog als ik die post, dat ik in de description de uitleg zet. Allee, mijn TikTok-account uitleg. TikTok-account zet. En ik was aan het zeggen, sorry, mijn camera was uitgevallen. Dus ik zet het altijd in de description vanaf nu. Mijn TikTok-account. En dan kunnen jullie mij daarop volgen. Ik probeer elke dag te posten daarop. Dus mijn vlogs blijf ik voorlopig ook nog zoveel als ik nu doe posten. Ik weet niet hoe dat gaat nog zijn. Stel dat ik elke dag moet naar school gaan. Of ik weet het niet. Of volgend jaar kan dat ook nog veranderen. Maar dat zullen we nog wel zien. Voorlopig blijf ik van maandag tot en met vrijdag posten. Dus elke weekdag komt er een nieuwe vlog om 8 uur online. Dat blijft voorlopig zo. Dus op TikTok ben ik nu ook meer bezig. En dan nog proberen mijn vlogs altijd op tijd gemonteerd te hebben. En klaar te hebben staan. Daar moet ik wel nog aan werken. En dan mijn Instagram misschien ook nog een beetje. Want ik ben niet zo goed in posten. Ik vergeet dat nog alles. Dus dat is wat minder. Maar dus dat, zo gaat mijn dag eruit. Ik weet niet of alles in deze vlog gaat komen. Kan ook zijn dat het in de weekendvlog die jullie na deze zien. Pas komt wat ik juist allemaal gezegd heb wat ik ga doen. Dus ik ga nog een beetje zien. Maar gewoon de vlog van gisteren was niet lang genoeg. Dus ik probeer daar gewoon een beetje bij te zetten. Maar dan moet ik nog zien hoe en wat. Maar we gaan direct naar de winkel. Ik heb gisteren weer goed getraind. Dat heb ik wel niet gevlogd. Maar ja, ik heb weer goed mijn oefeningen gedaan. Ik heb wel vreselijke pijn. Maar ik heb het gedaan, dus daar ben ik blij om. Mijn serie Suits van Netflix is wel een beetje minder geworden. Qua kijken ernaar, want ik heb steeds minder tijd. Allee, ik heb wel tijd, maar er moeten nog dingen gebeuren buiten tv kijken. En als het mooi weer is, is het zonde dat je binnen tv gaat kijken. Dus nu heb ik al 2 dagen niet meer gekeken. Allee, deze ochtend heb ik terug 1 aflevering gezien. Maar dat was het. Ik ben echt moe weer. Halleluja, maar dat is denk ik ook wel de hitte van zo onweerachtige lucht.
dat wat op mij hangt. Dus ja. Echt stuk kapot. Ik heb ook, ik weet niet of je dat kunt zien op camera, maar een verzorging in mijn haar. Op droog haar. Dus ik weet niet of je dat echt kunt zien. Je ziet het een beetje. Zo'n wet look precies. Maar dus ik heb dat er nu op gedaan, zodat mijn haar terug verzorgd gaat worden. Dus ik doe dat nu een paar uur op droog haar. Dan was ik mijn haren. En dan ga ik ze daarna terug in doen met verzorging. En dan laat ik het nog eens een uur of een paar uurtjes trekken. En dan spoel ik dat weer uit. En zo zien uw haren er toch weer gezonder uit en zo. Dus dat probeer ik te doen. Mijn nek staat een beetje vast aan mijn oefeningen. Maar wel blij. Ik ga woensdag geloof ik terug naar de kinesist. Dus vorige week was dat heel fijn. Of de week daarvoor. Nee, vorige week is dat geweest. Dat ik ben geweest. Vorige week vrijdag. Dus een week geleden ben ik geweest naar de kinesist. Dat was wel echt een enorme soort van last, kan ik wel zeggen, van mijn schouders af. Omdat die kan dan mijn pijn even onderdrukken door spieren die vastzitten echt los te krijgen. Dus dat is wel echt fijn. Maar ik moet weer voor andere oefeningen gaan vragen, omdat mijn onderarm een pees ontstoken is. Dus dat is wel pijnlijk. Maar kom straks op terug. Ik ga nu direct winkelen. Zo, het is ondertussen al 4 uur. We zijn al even terug. We waren even iets gaan kopen. En nu gaan we eten halen. We hebben snel een koekje gegeten en gedronken. Want het is wel best warm buiten. Dus ik zal jullie straks laten zien wat ik gekocht heb. Of ik ga dat in de weekendvlog. Ik ga dat in de weekendvlog laten zien. Dus de vlog hierna kunnen jullie zien wat ik gekocht heb. Dus jullie kunnen in de volgende vlog zien wat ik gekocht heb. Ik ga nu direct naar de winkel. Maar dan ga ik de vlog verder in de weekendvlog. Dus ik ga deze ook, deze vlog afsluiten. Vergeet zeker niet te abonneren. Doe thumbs up en klik op de bel. En ik zie jullie in de volgende vlog.